ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik heb zelf van mijn derde tot mijn zestiende op speciaal onderwijs gezeten, de Tielschool. En achteraf gezien, ik heb het er altijd heel goed naar mijn zin gehad. Alleen het niveau ligt erg laag op de Tielscholen in Nederland. Ik had eigenlijk HAVO-advies, maar ik ben gedwongen eigenlijk om daar MAVO te doen door mijn beperkingen. Daarna, na de MAVO, waarin je dus eigenlijk in 6 vakken eindexamen kon doen, dat was voor mij geen uitdaging genoeg. Ik heb toen een uitzondering gekregen en ik heb het in 8 vakken staatsexamen gedaan. Toen was voor mij de keuze van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik verder studeren? Nou ja, werken zat er natuurlijk in. Maar ja, dan houdt het voor iemand met een grote beperking dan heel snel op. Omdat je dan al snel intern wordt. Nou, intern was voor mij absoluut geen optie. Omdat ik, ik had heel veel vrienden thuis. En ik had zoiets van, ja, als ik nou intern ga, dan verwatert dat. En ja, dat is ook niet goed voor je sociale contacten. Dus toen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om naar het reguliere onderwijs te gaan. En toen kwam ik in één keer op een school met 2500 leerlingen, waarvan ik de enige was die in een hostel zat. En dus het was compleet nieuw voor de directeur, voor de leraar, voor de leerlingen. Nou, ik kan zeggen dat ik echt een super tijd daar heb gehad. Ze hebben zowel heel de school moeten verbouwen, want anders kon ik daar niet naar het toilet en noem maar op. Maar ik zelf heb nooit problemen ondervonden. En op de een of andere manier heb ik toen daar de deuren geopend. En ik hoor nu dat er steeds meer leerlingen naar die school te gaan. En ik vind het heel belangrijk dat mensen zoals ik in het reguliere onderwijs kunnen groeien. Ik denk als je intern gaat en je komt weer op een speciaal onderwijs terecht, dat je dan weer heel snel in een bepaald wereldje terechtkomt. Heel erg beschermd. En tenminste, dat is al mijn ervaring die ik heb. En je leert veel meer mensen kennen van jou uit de buurt. Je houdt er. Ja, ik heb er heel veel vrienden aan overgehouden. Ik heb nu zelfs een baan als. Ik heb eerst bij een assurantiekantoor gewerkt. En ik heb dus geleerd voor directiesecretaresse. Op een gegeven moment had ik zoiets van: nou, dit is niet wat ik wil, ik ga solliciteren. Daar heeft de school mij ook heel goed bij geholpen. Terwijl ze er ook nooit gewend waren. En nu werk ik bij een communicatiebureau, gespecialiseerd in de zorg. Dus wij doen communicatieadviezen geven aan bedrijven in de zorg. En daar werk ik nu als directiesecretaresse, tevens als ervaringsdeskundige. En ik merk gewoon dat mensen uit de zorgwereld daar heel veel behoefte aan hebben. En ik denk dat dit boekje ook wel laat zien dat de mensen die Yvette geïnterviewd heeft, het allemaal wel belangrijk vinden dat regulier onderwijs voor een betere toekomst zorgt. En eerder op een betaalde baan. Ik wil het je helemaal aanbieden. Nou, dankjewel. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt Yvette. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. En Marieke, dankjewel dat je het aan me wilde vertellen allemaal. Van ons allemaal eigenlijk. Ik heb van Yvette het boekje stiekem al eerder gekregen. Dus ik heb het al gelezen van de week. En ik was heel erg onder de indruk. En misschien was het wel vanochtend realiseerde ik me het meest waar dat was dat. Toen ik ging vanochtend aankleden en toen dacht ik, oh, ik ben heel lang, hè. En toen dacht ik, misschien moet ik dan maar even platte schoenen aan doen. Want het is mensen in een rolstoel en dan ben ik dus een end. En toen dacht ik, doe even normaal, Smits. Er zijn allemaal meiden in dat boekje die zeggen, ho, bovenal ben ik een meisje en ik hou van tutten en ik hou van mooi zijn. En ik wil aangesproken worden op mijn vrouw zijn of op mijn man zijn en niet op mijn handicap. Toen dacht ik, en dan zou ik een beetje de platte schoenen aan gaan doen, omdat de mensen in de rolstoel flauwekul. Ik ben ook een meisje. Ik heb hoogst hakken aangetrokken. En daar was ik wel van onder de indruk toen ik het van de week las. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel waar het natuurlijk vooral om gaat. Dat we veel te veel makkelijk denken,
ach, ze zitten in een rolstoel, of ach, ze hebben een handicap, dus het is wat minder, of je doet er wat minder mee, of je hoeft er wat minder. En als ik zo die verhalen las, las ik allemaal verhalen van hele moedige mensen, hele moedige jonge mensen, die allemaal zeggen van, fuck you, het gaat allemaal niet vanzelf, maar ik probeer er echt alles uit te halen, en ik doe alles wat ik kan. Dus dat vond ik heel bijzonder. En het heeft me ook wel weer meer aan het denken gezet. En Yvette zei het al, we hebben wel eens een vreselijke discussie gehad over speciaal onderwijs en regulier onderwijs. En dat komt eigenlijk voort uit dat mijn partij, de SP, zich steeds heeft uitgesproken tegen de huidige ontwikkeling van passend onderwijs. En ik vermoed dat jullie weten wat het is, maar voor als dat niet zo is. Passend onderwijs is nu ingezet door de vorige regering en uitgevoerd door de voorvorige en uitgevoerd door de afgelopen voor een groot deel. En gaat uit van het idee dat elk kind onderwijs moet krijgen wat het beste bij hem past en het liefst regulier. En waar de onduidelijkheid steeds zat, is dat wij het daarmee eens zijn. De SP is daar nooit tegen geweest. Ik vind namelijk dat iedereen zoveel mogelijk naar reguliere scholen moet. Waar wij ons alleen steeds tegen uitgesproken hebben, is dat passend onderwijs een bezuiniging werd. Een bezuiniging op de rugzakjes, op het speciaal onderwijs. En daarvan zeiden wij, dat gaat verkeerd om. Ja. Ik wil dat mensen de keuze kunnen hebben, wil ik regulier of speciaal. In sommige gevallen kan regulier niet, nou dat weten we. Omdat bijvoorbeeld de medische zorg er niet is, of omdat je zo'n gedragsstoornis hebt dat je de hele klas op stelten zet, nou dan in zo'n geval is speciaal de beste oplossing. Ja. Maar voor al die mensen die met een beetje extra hulp, en zoals jij zegt, de school moest wel verbouwd worden, maar het gaat het over wc en over drempels waarschijnlijk en over deuren. En de wijkverpleging in de buitenkant. Ja, precies, maar dat is allemaal best regelen. En dat zonder rugzak. Ja? Ik heb nooit een rugzak. Nou, wat goed. Nou, kijk, dat biedt nog meer mogelijkheden. Nee, maar leuk. En dat, daarvan zeg ik van, dat moeten we ook vooral doen. Alleen wat we nooit mogen doen, is mensen met een handicap vanuit geldoverwegingen ergens insturen. Kijk, ik heb het liefst, ik las hele goede verhalen over focuswoningen bijvoorbeeld hierin. Nou, precies. En dan ben je tevreden over volgens mij. Als ik heel erg. Maar ik wil dat mensen met een handicap in een focuswoning kunnen wonen, omdat ze denken dat dat het beste voor ze is. Niet omdat ze uit zorginstellingen worden gejaagd, omdat daar bezuinigd wordt. Dus als mensen liever in een instelling willen wonen, moet dat ook kunnen. Ja. Als mensen intern willen wonen, als mensen in een... Dus die keuze moet er vooral zijn. Ja. En wij hebben als... waar ik heel bang voor ben, is dat... en dat heb ik gezien in de discussie die de laatste jaren heel erg speelde, dat het vooral om het geld gaat. Onderwijs aan mensen met een handicap is soms duurder dan onderwijs aan mensen zonder handicap. En dat is niet erg. Nee. Want we willen graag dat iedereen meedoet. Ja. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is ook wat duurder dan onderwijs aan kinderen die niet hoogbegaafd zijn. Dat is allemaal niet erg. De verschillen zijn er. Maar het mag niet om het geld zijn dat je naar een reguliere school moet. Dat is waar ik bang voor ben. En volgens mij zijn Yvette en ik ook wel vrij aardig uit die discussie gekomen uiteindelijk. Maar ik vond het dus heel goed om het allemaal te lezen. Waar ik zeker werk van ga maken, want dat dacht ik ook nog, dat zijn nou dingen die ik echt moet gaan doen in Den Haag. En na het lezen van dit boekje, dat was, we moeten nog veel harder werken aan de kwaliteit van het speciaal onderwijs. Het mag niet zo zijn dat je daar betuttelt, in het geval van betuttelt een beetje groot wordt, maar dat je daar niet... Nou, dat is wel te doen. Ja, toch? Dat vind ik wel. Ja. Ja.